Het is een slachtoffertje, dames en heren. Ik schrok, joh. Hey, hallo allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video hierop. Hier waren wij gisteren gebleven. We hebben wat nieuwe spullen gekocht en we gaan verder ons spookhuis gaan wij versieren. En zometeen komen de pakkertjes op bezoek om door het spookhuis heen te lopen. Heb je er zin in? Ja. Wat mooi, schat. Zie je er mooi uit. Ja. Skeletten. Dat heb ik al gedaan, Jelicia. Kijk maar, hangt die. Ja, eentje maar. Zie je dat? Hij moet gewoon nodig naar de wc, zie je dat? Ga je die ook ophangen? Ja, die staan ernaast. We hebben nog een skeletje, hè? Ja, die moet je andere houding geven. Ja, maar die staat ernaast. Mag dat? Ja, doen we dan hier zo. Oké. Is goed, hier heb je de plakband, plak hem op. Wie kan de papa houtje vast? Ja, goed zo. Hij hangt, mooi. We beginnen met Happy Halloween in deze gang. Ja. Dat zijn allemaal leuke spookjes. Dat is Happy Halloween. Die hangen jullie hier aan vast. En doen allemaal verlichtingen ophangen, ja? Ik voorspel jou die toekomst. Ja, zeker. Een glazen bolletje. Ja. Dit is een plasmabol en het lijkt mij gaaf om die achter het raam te zetten. Tada. Kijk, het is een plasmabol, dat kent ze wel. En die zetten dan gewoon zo achter het glas, waardoor als het is, ja, Jaden erin komt, de spook zeg maar. Dat je dit ook zo ziet, zie je dat? Je hebt het al, je Pepperoos effect. Het is heel simpel. Kleine Jennetje neemt daar een glas achter de pallet. UV-stralen beschijnen hem. Het weerspiegelt hier in het raam. Kijk maar, zoals meneer dat even demonstreert. Zie je? Hij heeft namelijk een ding in zijn hand. Spanband. Spanband, ja, hoe noem je dit? Zo'n bevestiging ding. Ja, ratel. Maar je ziet eigenlijk alleen het bandje zelf. Kijk maar, dan lijkt het net een spook. Je ziet nu nog wel goed een bolletje, maar dadelijk als het helemaal donker is, zie je het allemaal niet. Ja, mooi. Even kijken of dit een beetje mooi eruit ziet. Dit is een laaghangende rook. Dat hebben we al eens eerder gebruikt bij een sketch. De bedoeling is dat we een waterval creëren hier over de rand van de bak heen. Zodat het een soort doodskist is of zo. Ah, kijk, het begint al te vallen. Nou, het ziet er netjes uit. Ik ben bang dat het alleen een beetje veel is. Kijk, dat is de Pepper Ghost. En die verdwijnt dan ook. Net als zijn hand. De hele hand is weg. Ja, Peter Kazan. Het is ongelooflijk. Maar dit is te veel. Zet hem wat minder. De machine is weer opgestart met 5%. Het is het allerlangzaamste, het allerminste wat hij kan. Maar ik vind hem nog snel gaan. We gaan proberen met een tijdschakelaar. Dan doen we gewoon een minuutje zeg maar laten roken. En dan doen we gewoon 5 minuten uit. Een minuutje laten roken, 5 minuten uit. Zodat er niet te veel rook komt hier. De grap is dat iedereen denkt dat er wat in zit. Maar er zit helemaal niks in. Het is gewoon een rookmachine met een lampje. Schrik-effectje zit hier. De Pepper Ghost. En dan is het tijd voor de eerste testloop, dames en heren. Hier beginnen we. Langs de spoken. En dan hebben we hier. Zij dat hij begon te lachen. Dan heb je zeg maar de Happy Halloween gang met allerlei verlichtingen boven. Dan duiken we hier onderdoor, dan krijgen we spinnetjes. En hier dan, je kunt ze aanzetten, maar het heeft weinig effect. Of het staat aan, nog een spinnetje, een hele bekende spin. Die moeten we nog even dicht plakken. Dan komen we hier langs. Dat was de elektrische stoel, dat was Peter. De nadruk was. Kijk, die is ook heel eng. Ze bloedt aan. Dan hier langs. Dan krijgen we hier 2 spookjes. 1, 2. Laten we met hun werk. Nou, in plaats is
met een kettingzaag staat hij met een blower. En dan hebben we deze. Stroboscopie. Dan gaan we langs de doodskoppen. Je ziet het wel lichtjes. Kijk, nylondraad waar je doorheen loopt, dat kietelt dan. Het schilderij. En dan komen we hier langs. We hebben deze vriend. High five. De kist met rook en een pepper ghost. Nou, het spookhuis is klaar. Het is tijd voor de bakkertjes, dames en heren. Want die komen langs en die gaan in ons spookhuis. Zo, dames en heren. Het is inmiddels donker geworden. De bakkertjes zijn ook aangekomen. Het is gelukkig droog. Maar helaas waait het nog wel hard, zoals je ziet. Het spookhuis heeft hier en daar ook nog een beetje schaal opgelopen. Ik heb zoveel mogelijk proberen te repareren. En ze staan te popelen om in het spookhuis te gaan. Dat bedoel ik. Oké, Jason wordt het clowntje, ja. Als je hier gaat staan, ja. Precies, zie ik jou daar in de weerspiegeling. En dan ben je een geest. En heb je die bal daar, dan kun je misschien eventueel dingen mee doen. In de weerspiegeling, zie je dat? Juist. Heel mooi. En dan lijkt je vanaf daar lijkt je mensen schrikken, want die denken echt dat jij een spook geworden bent. Het eerste slachtoffertje, dames en heren, is Sam van de bakkertjes. Hij gaat helemaal alleen. Zijn de spoken klaar? Daar komen we, hè? We gaan bellen. Help! 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 Nee, we moeten hier kijken. Let op, zie je dat? Ben je zelf daar? Ben je een geest geworden? Zie je dat? Oh ja! Nee, helemaal hand in de kist. Ik durf niet. Doe je hand maar in de kist. Waar had ik nu heen? Terug. Maar daar was toch uitgang? Nee, is hier een uitgang. Oh. Doe het. Sammy, kijk. En was hij eng? Nee. De mini heks. Pip de mini heks. Ja. Een mini heks en een echte heks. Kijk naar de enge spoken. Een spinnetje, Pip, een spin. Dit is snap. Pip was er even uitgaan, maar Pip wil toch verder kijken. Wil je met ogen dicht naar binnen? Ja. Oké, dus voorbij die spin en dan gaan we kijken. Dan ga je niet kijken naar de spin. Ze vonden de spin een beetje eng, die wilden ze terug. Ja. Dus gaan we weer proberen. Ja? Ik loop niet. Een lampje. Als je over een half uur niet terug bent, bel ik de politie. Afgesproken? Dat zal geen zin hebben. Ik schrok, joh. Dit is Sam. Oh, dit is M. Oh, wat. Ah! Oh, zo. Oké, waar moet ik heen? Oh my gosh. Ik schrok. Oh my god. Waar loop ik heen? Hij hangt een beetje. Kijk, die ding zegt normaal ook wat, maar... Geen high five. Je kan niet bij. Ja, we springen. Ja, als free runner. Ja, goed zo. Hier in de kist moet je naar buiten. Niet. Jawel, als je de kist gaat, ga je naar buiten. Nee, niet. Nou. Nee, niet. Nee, ik vertrouw het niet. Uitgang via de kist. Heeft Sam het ook gedaan? Ja.
Nee, ik vertrouw dit niet. Nee. Of de uitgang is via de kist. Of kies je de chicken exit. Dan ga je daar uit. Zo, en dan stop je niet. Maar wat gebeurt er als je in de kist gaat stappen? Helemaal niks, was omdat je erin klom. Maar ik klom er niet in. Hè? Er was helemaal niks in de kist. We hadden tegen Sam gezegd, doe je hand in de kist. En die durfde dat ook niet. Ik denk, doe een ander grapje, klim er helemaal in. Maar je durfde er niet in. Er zit niks in de kist, alleen de rookmachine. Dat was de uitgang. Ja, kunnen wij wel zeggen. Dan had hij waarschijnlijk de kist opgetild en naar buiten geduwd. Hè? Hij is te leuk voor de volgende keer, doen we dat. Dan moesten ze in de kist, die kist rollen we naar buiten. Volgend jaar. Hier dan heen. Ja. Ja, wat hoef je met de zand al? Hé, mooi perfect, man. Moet je hand erin stoppen? Nee, ja, dan. Ja, echt, je moet je hand erin stoppen. Dan? Nee, helemaal diep erin, helemaal diep erin. Ja, dan. Nee, echt, helemaal diep erin. Nee, daar, nee, daar, daar, daar. Nee. Hier, daar, daar. Ah. Oh. Ik zie niks hier, nee! Ik heb wel! Wij zien alles! Ja, wij zien genoeg! Ja, wij zien alles! Oh, oké. Okay. Waar ga je naartoe? Waar ben ik veel? Waar ga jij? Ik ken een levensgevaarlijke truc. Doe dit thuis niet na. Ik heb hier een mes en die gaat dwars door mijn hoofd heen. Ja. Zie je? Het zit helemaal vast. Ja, je moet wat. Ik zit even te wachten tot iedereen omgekleed is. Dan kunnen we verder. We gaan nu wisselen. We gaan nu even de kinderen van de bakketjes erin laten. Laat ze ons even schrikken. Alright, Jason. Kom maar. Ik ga op die bak staan. Dat is een hele ruwe spook, dit. Hallo Sam! Hallo Sam! Sam! De volgende kandidaat, Jaden. Ah! Ik vind dit helemaal niet eng, hoor! Ah! 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 Ik vind dit helemaal niet eng, hoor! Durf jij naar binnen? Ja. De andere twee zijn niet meer naar buiten gekomen, hè? Kom maar. Dat ben jij. Hi Sam. Ik ben Jess. Oh nee. Nee. Hi Sam. Hi Sam. Sam. Hallo voor de lamp gestaan, heel vet shot, ja zo. Ja, allemaal bij elkaar staan, naast elkaar, ja. Maak ik een mooie foto van jullie. Maar voor, moet ik een hele mooie foto. Allemaal een beetje eng kijken. Ah! 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 Spook, hè? Nee! Oh. Ja, ik ben niet. Jullie schrokken wel! Nee, ik ben niet! Laat jij hier niet! Jij schrok ook, hè? Nee, jij schrok niet! Nee, jij schrok niet! Nee, 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 ja! Ik ben hier, man! Jawel! Ik ben de Killer Clown! Ik heb nog nooit zo'n lieve Killer Clown gezien als jij, die zo goed met kinderen kan omgaan. Ja, allemaal over me heen! Pak hem op! Pak hem op!
Wat heb jij, zijn tanden? Ik dank je! Dit was de Spookhuis voor 2019. We willen ja, de bakketjes bedanken voor hun komst. Ja. Superleuk, leuk dat ik hier moet zijn. Dus Theo van Theo en Thea. En ja. Ja, ze zien zo hard dat het niet te verstaan is. Dus dat zijn we dan voor kijken naar deze video. Tot volgende keer. Ja. Alle weer aan. Dat is de korte versie. Hoi. Bye. Lieve vrienden, bedankt voor het kijken van deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het even te snel. En vergeet natuurlijk heel even het belletje niet, hè. Tot de volgende keer.